Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Vanuit het westen drijft er vandaag wolkenveld over het land en daaruit valt af en toe wat regen of motregen. Hoeveelheden zullen niet groot zijn, maar het maakt van de ochtend toch wel een grote dus grijze bedoeling. De zon breekt slechts af en toe door. Temperaturen vanochtend nog 15 graden, maar vanmiddag wordt het weerbeeld wat vriendelijker. Dan breekt vanuit het westen vaker de zon door en dan kan de temperatuur toch nog oplopen naar zo'n 18 tot lokaal 20 graden. De wind waait eerst even uit het zuidwesten, maar draait vanmiddag naar het westen en vanavond naar het noordwesten en neemt dan langzaam in kracht af. Verder vanavond ook nog van tijd tot tijd zon en het aantal buien neemt behoorlijk af. Het wordt grotendeels droog vanuit het westen. Morgenochtend is het ook nog steeds grotendeels droog met zonnige perioden. In de middag en avonduren kan er weer een enkele bui vallen. Geen natte dag hoor, het is echt slechts een enkel buitje. Temperaturen 17 tot 20 graden. En voor de rest van de week heb ik eigenlijk amper ander weer in beeld. Het is nog steeds een komen en gaan van af en toe een regengebied of een paar buien. En tussendoor weet dan ook de zon door te breken. Geen hoge temperaturen. Op de meeste dagen blijft de temperatuur onder de 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.